Goedenavond, leuk je kijken naar deze nieuwe video. Ik heb hier een nieuwe vraag voor jullie. En deze keer gaat het over. Wat is mijn meest bekeken video geweest? Mijn naam is Isaac Lamendorf en welkom bij deze video. Even if I told you, I could never let you go. I am not so sure you believe me. Zoals jullie zien, dat je de camera op een ander statief, op andere camerapunten, kijken of dat beter gaat. En het mooie is, ik zie dat dat een beetje dicht in vormen zit. Zo, nu het beter is, dicht in vormen is dat was niet meer zo. Maar als jullie kunnen zien, dat de camera op een andere plek, op een ander statief. En wat mooier is, en ik heb het nu nog om te vloggen, dus. Vandaar dat ik het ook op deze manier doe. En ik denk dat het beter is, mooier is voor jullie. Dat is zo te zien. En ik heb hier een nieuwe vraag gelezen. Denk dat jullie dat gaan beginnen. Dat ik je vragen. Om een duimpje omhoog te doen. En om te abonneren op mijn kanaal. Als je nieuw bent. Dat ik heel erg tof vinden en heel erg gaaf vinden. Om dat ze zo willen doen. Dus ja. Goed, ik ga naar vraag 1. En dan de vraag 1 is. Dat is de meest bekeken video. Ga eens even kijken. Ga eens even kijken in mijn video's. Meest bekeken. De meest bekeken video is de oude intro. Die ik vroeger wel gemaakt heb. En dat was 2200. 2,8k. En er zijn 169 comments en 500 likes, 514 likes, eigenlijk 40 dislikes. Dat is de meest bekeken video tot nu toe. Alleen is de intro die ik toen al gemaakt had op mijn kanaal, dat deze, en dat was mij zo leuk. En dat heel lang staan die video's die ik vroeg heb gestaan. En ja, dat is best wel leuk. Zulke dingen. Misschien moet je kijken. De tweede video had 7,3k. Dus dat was nog een vlog. Maar de eerste was natuurlijk een intro op mijn kanaal. En zo doen dat ik iets van ja, daarom zoiets leuk is. Dat is zo te zien. Weer. Vraag 2. Waarom wil je meeste video's? Of toch, die zijn video's. 5 minuten of zoiets. Niet langer, 5 minuten. 5 minuten zijn de meest bekeken, maar niet meer langs de video's tot nu toe. Deze commentaar omdat ik op één video heb gekregen. Altijd leuke video's of iets of wat anders, maar in ieder geval. Immigrant een beetje, dat is een beetje immigrant. Dat is een beetje zo leuk is. En ja, voor de rest is het gewoon best wel tof dat ik een comment krijg. Ondanks of je overal ik wat krijg, is best wel leuk. 4. Jouw meest bekeken, jouw meest. Wat is je meest bekeken voor jou volgens jezelf? Ook het echte, de beste. Als allereerste video die ik maakte over de hemeltjes. Dat is toen een video. En leuk. Dat is een video en de hemeltjes die maakte ik vroeger vlogs. Die ik nu maakte, dan werken ze niet meer. Maar vroeger maakte ze vlogs. En toen had ik iets van ja, weet je. Dan had ik een beetje van iets van ja, leuke dingen die gemaakt als dingetjes een beetje. Dus ja. Welke onderwerpen zijn topjes voor je? Een video op je videokanaal. Over liefde en relaties die ik dat nu weer doe namelijk. En vroeger wel, maar voorheen is het echt niet meer. Nu is het echt niet meer vanwege de kennis hebben gehoord. Ik ben het niet leuk vonden om te horen en te zien. En te lezen.
en te lezen. Dus ja, waarom ben je niet met je woord, ben je klaar mee? Dat ik al een beetje kan begrijpen natuurlijk. Hij zit er niet te veel voor. Ja, dat moet ik nu ook echt doen als ik een keer nog zien. En ja, daar recht op dus, die video's. Welke jaargetijden of dagen in het jaar heb jij de meeste bezoekers op het kanaal? Rond de kerst. Rond de kerstdagen, rond december, rond de vakanties niet. Maar kerstvakanties wel, herfstvakantie ook, maar niet, de zomervakantie niet. Mensen natuurlijk op vakantie gaan, toen niet, niet voor de corona. Maar voorheen altijd wel. Dus zo doen we het van ja, leuk. Maar ja, dat is een beetje. En dan twee. Wat is jouw meest content geheim? Is het content geheim? Het meeste content geheim is gewoon jezelf blijven. En doen wat je zelf zin in hebt. En gewoon vloggen. Maar dat kan ik niet meer doen. Want ik, ik heb er geen ik heb er veel zin in. Maar ik wil wat anders proberen dan alleen vloggen. Dus als we het wel doen, dan heb ik van, ja, weet je. Vloggen is altijd leuk om het te doen, maar niet meer zo vaak meer. En doe het over 4,5 jaar, dan kan je zien in de video. Dan zie ik hier op. Ik zie nu. Het eetje. Of hier het eetje, weet ik niet meer. Maar. Nou ja, hier het eetje. En ja, het is gewoon echt. Ik heb zo'n gegaan van mij in mijn leven. Vloggen, kon ik mee, maar waar kan ik mee beginnen? Nu ben ik al zo ver met het editen en te doen, dat ik het anders zou doen dan alleen vloggen. Maar ik hoop van vloggen, dus deze vlog ziet, deze video ziet, dan loop ik ook al van vloggen. En als je mijn video's dingen wil zien, dan nog van de Facebook via Instagram stories kan je even kijken. Dus ik heb het niet lang, dat kan je me zo vroeg vinden. Dus ja, dat doen we. Nog één vraag voor jullie. En dat is. Wat is de volgende stop van jullie aan? Wat doen we volgens jou in top video aan? Laten we zo'n video aan die zo'n top is. Even denken hoor. Het is dat sommige dingen, zoals ik al niet zijn, mooi en lekker geëdit door mijzelf. Ik edit alles zelf trouwens, dus dat wil ik niks editen door mensen en dat alles zelf editen en doen. Als ik zelf wil editen, wil ik het ook niet doen. Dan doen we, ja, ik moet dan ook alles zelf kwijt. Tennis maak ik allemaal zelf, dus ja. Voor de vrienden leuk, zeker ik heb de duim omhoog. Zie je elke dag om 18:30 in een hele video. Dus ik zeg al met z'n allen tot de volgende.